trouwens nog voor mij ook motion declaring. Dank u wel. Graag. Ja. Kan ik ook niet zo. En met je denk ik ook, hè? Die loopt van daar, hè? Goedenavond. Hallo. Even kijken. Welkom, we gaan zo beginnen. De les loopt nog even vol, ogenblik geduld, en dan gaan we starten. Het is bijna tijd. Goedenavond, we gaan starten. Ik hoop dat je het goed maakt. En dit is de allerlaatste les voor de kerst. En tweede kerstdag is er natuurlijk weer les. Niet van mij, maar van mijn collega's. Maar voor nu, voor zaterdag, is dit de allerlaatste les. Dus hierna gaat echt kerstvakantiegevoel in. Ik hoop dat je op een plekje zit. Waar je rustig zit, waar je kan afsluiten van de buitenwereld. En kom even zitten op je matje. Zorg ervoor dat je comfortabel zit. En als je voelt dat er iets in je benen trekt, als je niet helemaal prettig zit, pak dan even een kussentje of een dekentje. Ga er dan op zitten dat je billen iets hoger zitten. Je wat minder spanning op je benen. We beginnen zoals altijd met de ademhalingsoefeningen. Buikademhalingen, helemaal diep door naar je onderbuik. Rustig in en uit. Oké, als je helemaal lekker zit, wil ik je vragen je schouders naar je staartje te denken. En dan vier tellen diep in te ademen naar je onderbuik. En rustig vier tellen uit te ademen. Met je uitademing kijk of je spanning in je bovenlijf en je onderlichaam los kan laten. En wat kan gaan ontspannen in je rug. Adem weer vier, tellen diep in en met je inademing kom je hoog op je zitbordje zitten. Je voelt dat je schouders naar je staartbeen afglijden.
Je borst zich opent, je ruggengraat zich verlengt. En blaas rustig weer een vierdelen uit. Sluit daarbij je bekkenrand alsof je plas inhoudt. Breng je onderste ribben naar elkaar toe. En laat je borstbeen vallen richting de vloer. En dan voel je dat je rug ook wat boller wordt. En dat er hopelijk ook wat spanning wegloopt. Sluit nu als je wil je ogen. Adem weer vierdelen dieper naar je onderbuik. Maak lengte. Je schouders glijden naar je staartbeen. Je borst opent zich. En blaas rustig in viertellen weer uit. Sluit je bekkenranden, sluit je ribben, laat je borst weer vallen. Adem rustig uit en ontspan. Adem weer viertellen dieper naar je onderbuik. Je schouders glijden weer naar je staart. Je bent lang. Je borst is open, open, trotse houding. Je buik is helemaal bol vol met zuurstof. Alleen nog maar aandacht voor jezelf. En blaas rustig weer een viertelen uit. Sluit je bekkenranden, sluit je ribben, laat je borstbeen vallen. En laat nu ook alles in je afglijden wat je nu niet nodig hebt. Deze tijd is even voor jou. Het komende uur is jouw uur. Adem weer viertelen diep in naar je onderbuik. Maak weer lengte. Je schouders glijden weer af naar je staartbeen. Je borst is open, je rug is lang, je zit hoog op je zitbordjes. Zoals er een touwtje van je hoofd naar het plafond wordt getrokken. En blaas weer viertelen rustig uit. Sluit je bekkenranden, sluit je ribben, laat je borst weer vallen. En ontspan. Laat los. Laat van je afglijden. Wat je nu niet nodig hebt. Die buiging die je maakt wordt steeds dieper. De ontspanning in je rug wordt steeds dieper. Adem weer viertelen diep in. Kom weer hoog op je zitbordjes zitten. Je schouders glijden af naar je staartbeen. Je borst is open, je buik is bol, vol met zuurstof en aandacht voor jezelf. Gun jezelf deze minuten ook om alleen maar te zijn en te ademen. En adem weer rustig uit, sluit je bekkenranden, sluit je ribben, laat je borst mee vallen. En je hoofd wordt nu ook steeds zwaarder, je schouders komen steeds lager om naar beneden. Adem weer viertellen diep in, vind je cadans in, ademen lengte maken. Schouders glijden omlaag, borst is open, buik is bol. Uitademen, loslaten, sluit je bekkenranden, sluit je ribben, laat je borst weer vallen. En laat de spanning los en van je afglijden. Adem weer diep in naar je onderbuik, viertellen diep in, adem in, maak weer lengte. Je schouders glijden af naar je staartbeen. Borst is open, buik is bol. En blaas weer rustig viertellen uit. Sluit je bekkenranden, sluit je onderste ribben. Laat je borstbeen vallen. En laat weer los. Gaan we naar de laatste. Adem viertellen diep in je onderbuik. Om hoog op je zitbordje zitten. Je rug is lang, je schouders glijden af naar je staartje. Je borst is open, je buik is helemaal bol. En adem nu zo langzaam mogelijk uit. En rol je rug af, werveltje voor werveltje, beginnend bij je staartbeen. Dus één voor één ga je nu heel langzaam je rugwervels naar voren laten vallen. Je laat ze los. Neem je tijd van je onderrug. Glij je heel rustig omhoog richting je middenrug. Via de middenrug, heel langzaam, kruip je omhoog naar je bovenrug. Van je bovenrug, kruip je rustig weer verder omhoog. Je schouders hangen steeds verder naar voren, je rug wordt steeds boller. En als je schouders helemaal naar voren zijn gegleden, ga nu één voor één je nekwervels loslaten. Doe dat ook heel bewust. En gun jezelf deze tijd. Gun jezelf deze ruimte. En laat je nekwervels één voor één los. Je hoofd wordt steeds zwaarder. Totdat je misschien wel helemaal onderuit gezakt. Met je kin op je schouders zit. Sorry, op je borstbeen.
Adem diep in en uit. En met iedere uitademing kijk je of je wat meer spanning kan loslaten. Wat meer van je af kan laten glijden. Als een waterval van je rug af. Adem rustig door. En met iedere uitademing laat je weer meer los. Laat het van je afglijden, zo de mat in. Gun jezelf deze stilte. Gun jezelf deze ruimte. Je doet al genoeg de hele week door. Nu even niet. Zometeen wel. Adem nog een paar keer door. En laat los. Waar voel je trekken? Voel je tussen je schouderbladen misschien? Misschien wel in je onderrug? Misschien wel in je nek? Adem daar rustig heen. En blijf rustig zitten waar je bent. Terwijl je rustig doorademt, ga je nu werveltje voor werveltje je rug weer in een neutrale positie brengen door je ruggenwervels van onder naar boven weer één voor één op elkaar te stapelen. En met ieder ruggenwerveltje wat je opstapelt, kom je iets hoger op je zitbordje zitten. En je nek, sorry, je kin blijft zo lang mogelijk op je borstbeen. Van je onderrug kruip je omhoog. Richting je middenrug. Van je middenrug kruip je langzaam, één voor één, werveltje voor werveltje op. Naar het begin van je schouders. Schouderbladen. Adem rustig door, je kin is nog altijd op je borst. En je kruipt rustig tussen je schouderbladen door omhoog. Totdat je schouders weer naar je staartje zijn gegleden, omdat je ruggengraat steeds neutraler wordt. Je kin nog altijd op je borst. En als je rug weer helemaal neutraal is, ga je één voor één je nekwervels op elkaar stapelen. Doe dat ook even heel langzaam. Adem diep in en uit. En stapel rustig één voor één op je schouders, glijden steeds verder omlaag. Je komt steeds hoger op je zitbordjes te zitten. Totdat je weer helemaal rechtop zit, hou je ogen nog even gesloten, adem dan diep in je onderbuik. En zucht hem uit, maar blijf rechtop. Nog één keer adem diep in je onderbuik. En zucht hem rustig uit. Blijf rechtop. En open je ogen. En als het goed is, voel je nu heel anders. Dan een paar minuten geleden ben je geland op je mat. Heb je alles van je af kunnen laten glijden. Ben je klaar voor om aan het werk te gaan. We hebben buikademhalingen hebben gebruikt. Het is de ademhaling waar je mee wordt geboren. Onze natuurlijke ademhaling. Maar naarmate we steeds meer gaan zitten en we steeds stationairder worden in het leven, gaan we steeds oppervlakkiger ademen. Het is heel belangrijk dat je buikademhaling regelmatig terug kan vinden en die kan inzetten. Breng als je wil je voeten naar de korte kant van de mat. Je tenen zijn aan het randje van de mat. Voeten zijn tegen elkaar aan. Je knieën duw je actief tegen elkaar aan. Dus je activeert je benen. Je handen mogen langs je knieën. Schouders denk je in gedachten naar je staartbeen. Er gebeuren twee dingen. Je rug verlengt zich, zonder dat je daar veel moeite voor hoeft te doen. En nu rits je je buik op, van onder naar boven. Dus vanaf je borst, sorry, vanaf je schaambordje, helemaal omhoog naar je borstbeen. Adem dan diep in naar je onderbuik. Blaas uit, trek je onderbuik en duw je onderrug uit. En rol dan rustig af, richting de vloer. Leg je schouders in je hoofd neer. Breng je voeten dichter bij je billen. Plak al je vingers aan elkaar vast, handpalmen wijzen omlaag. Armen zijn bijna gestrekt, net niet in het slot. En nu gaan we stevige slagen maken aan de vloer. En til daarbij je hoofd en je schouders van de vloer af. Maar hou je nek lang, kin blijft uit de buurt van de borst. Als je hem zwaarder wil maken, strek je benen op, laat je ze wat zakken. En misschien kun je zelfs
je schouders wat hoger van de vloer optillen. Adem door. Zijn er 100 in totaal? Adem rustig door. Blijf stevig pompen. Gebruik al je kracht. Nog 5. 4. 3. 2. En 1. Leg je alles neer. Maak je lang. Rek je uit. Adem diep in je onderbuik. En blaas rustig weer uit. Doe dat nog 2 keer. Adem diep in je onderbuik. Maak hem helemaal bol. En blaas rustig weer uit. Gaan we naar de laatste keer. Adem diep in je onderbuik. En blaas weer uit. Goed zo. Breng naar je knieën, naar je borst. Wip jezelf overeind. Pak je knieholtes vast. Kom je overeind. Ga je voeten weer plat aan de mat. Tenen bij het randje. Zelfde uitgangspositie als net. Knieën duur weer tegen elkaar aan. Handen gaan langs je knieën. Schouders, denk je weer naar je staartbeen toe. Rits je buik weer op van je schaambordje tot aan je borstbeen. En we gaan naar de roll down, roll up. Adem diep in je onderbuik. Verleng je rug zonder dat je schouders optilt. En blaas uit. Met het uitblazen trek je weer je onderbuik in. Je duwt je onderrug uit. Dus we mobiliseren net als daarnet. Eerst die onderrug. Als je niet meer verder kan. Ga je afrollen richting de mat, maar je houdt je voeten plat aan de vloer. Zodra je voelt dat er iets verandert in de stand van je voeten, stop je. En kom je weer terug. Adem diep in. Blaas uit, trek je onderbuik in, duw je onderrug uit. Afhankelijk van je kracht kom je steeds verder. Als je heel sterk bent in je core, kan je helemaal naar de vloer. En kom je vanuit je corekracht weer overeind. Als je kracht tekort komt en je gaat ver, dan zul je het zien dat het moeilijk is om op te komen. Adem diep in je onderbuik. Blaas uit, trek je onderbuik en duw je onderrug uit. Kom liggen. En kom weer terug, helemaal vanuit je corekracht. Dus ik kom niet met een hupje omhoog. Ik ga ook niet in mijn schouders lopen trekken om overeind te komen. Alles komt vanuit de corekracht. Adem weer diep in. Blaas uit, trek je onderbuik en duw je onderrug uit. Rol af. En rol weer op. Gaat het nou heel makkelijk? Breng je handpalmen richting het plafond. Sorry, je vingertoppen. Adem diep in naar je buik. Blaas uit. Trek je onderbuik in. Duw je onderrug uit. Rol af. Nek blijft lang. Kin uit de buurt van de borst. En rol weer op. Alles vanuit die corekracht. Voeten blijven plat aan de vloer. Adem diep in je onderbuik. Blaas uit, trek je onderbuik in, duw je onderrug uit, rol af. En rol weer op, doe het nog een paar keer. Is het nog steeds zo makkelijk? Pak een boek, een kussen, iets wat gewicht heeft. Houd het in je handen. Adem dan weer diep in. Blaas uit, trek je onderbuik in, duw je onderrug uit, rol af. En rol weer op. Gaan we naar de laatste 3. Adem diep in. Blaas uit. Trek je onderbuik in. Duw je onderrug uit. Rol af. En kom weer op. Laatste 2. Adem diep in. Maak lengte. Blaas uit. Onderbuik in. Onderrug uit. Rol dan af. Voeten zijn nog steeds plat aan de vloer. En kom je weer overeind. Hou je voeten plat aan de vloer. Laatste keer, adem diep in. Blaas uit, trek je onderbuik in, duw je onderrug uit. Rol af. En rol je weer op. Heel goed. Goed zo, hoe ging dat? Hoe ver kwam je? Valt het je mee of tegen? Hou je lichaam goed in de gaten. Luister naar wat hij zegt en luister vooral naar die voeten. Die blijven plat aan de vloer. En dan weet je wat je bewegingsuitslag is. En dan weet je waar vandaan je gaat uitbouwen. Kom als je wil zitten met je benen gestrekt. Ik ga nu wat uittrekken, want ik krijg het nu warm. Je benen zijn gestrekt. En kijk eens of je helemaal rechtop kan zitten met gestrekte benen.
Als je ruimte over hebt, dan flex je ook je voeten. Als het niet zo is, als je al moeite hebt met je hamstrings door met gestrekte benen rechtop te zitten, ontspan je die voeten. Maar heb je dat niet, flex je voeten. Tenen trek je naar je toe. Open je armen wijd. Schouders denk weer naar je staartje. Rits je buik van onder naar boven. Gaan we explosief twisten met het harnas aan. Twist al tegen. Adem uit, laat alles los. En ga nu zo ver als je kan reiken naar voren. Adem in. Harnas gaat weer aan. Schouders laag, buik aan. Twist, houd tegen. Adem uit, laat los en reik zo ver als je kan. Adem in, harnas is weer aan. Twist, houd tegen. Adem uit, laat los en reik zo ver als je kan. Adem in, harnas aan. Twist, houd tegen. Adem uit, harnas los en reik. Adem in, harnas aan, twist, houd tegen. Adem uit, harnas los en rijk. Ga eens door in je eigen tempo. Adem in, harnas aan, twist, houd tegen. Adem uit, harnas los en rijk, zo ver je kan. Adem in, harnas aan, schouders laag, buik aan, twist, houd tegen. Adem uit, laat alles los en rijk nu zo ver als je kan. En dit mag best een beetje pijnlijk zijn. Op een schaal van 0 tot 10 tot een maximaal een 3 of een 4. Twist, houd tegen. Adem uit, rijk. Adem in, twist, houd tegen. Adem uit, rijk. Ver, ver weg. Adem in, twist, houd tegen. Adem uit, rijk. Adem in, twist, houd tegen. Adem uit, rijk. Laatste paar keer, twee keer aan dus beide kanten. Adem in, twist, houd tegen. Adem uit, rijk. Adem in, twist, houd tegen. Adem uit, rijk. Laatste keer aan beide kanten. Adem in, twist, houd tegen. Adem uit, en rijk. Ga naar de allerlaatste. Adem in, harnas aan, twist, houd tegen. Adem uit, rijk, zo ver als je kan. Heel goed, kom je terug. Goed gedaan. En het kan best wel wat vragen van je onderrug, hè? Want je bent aan het twisten, je bent kracht aan het leveren. En tegelijkertijd ben je ruimte aan het maken. Het is een afwisseling altijd van ruimte maken en kracht leveren. Het is heel goed voor je mobiliteit van je lichaam. Oké, jongens. Kom als je wil. Zitten. Met je voeten zo dicht mogelijk bij je billen. En dan rol je jezelf gecontroleerd af. Kom je liggen, dus je stort niet in. Schouders denken hier naar je staartje. Voeten dicht bij de billen. Armen liggen in eerste instantie naast je op de mat. Schouders denken naar je staartje. Je ritst je buik op van onder naar boven. Je voelt dat je koor weer helemaal hard en strak wordt. En vanuit je hielen duw je nu je billen omhoog in de brug, de hip bridge. En je knieën wijzen recht naar voren en zodra je omhoog komt met die billen, zijn ze geneigd om naar buiten te vallen. Hou ze eens recht naar voren. En kom bijna terug aan de vloer, maar niet helemaal. En push, 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 push. Knijp in je billen, knijp in je benen. Knijp in je buik, je harnas blijft aan, hij is hard. En kom weer terug. Gaan we nog een keer. Op, 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 op. Hou vast. Hou vast. En nu blijf je hier bovenin. En dan gaan we één voor één de hielen optillen. Op, neer, wissel, neer, wissel, neer, wissel. Hou je billen hoog en hou je heupen horizontaal. Breng ook als je wil nu je vingertoppen richting het plafond. Haal je je ankers weg. Kan je niet meer gaan duwen op je armen. Kijk eens wat dat doet met je evenwicht. Blijf wisselen. En wissel. Span alles aan wat je aan moet spannen. Hè? Om een mooie, lange, rechte lijn te houden. En als je niet heen en weer gaat wiebelen. Nog een paar keer. Wissel. En hiel op. En hiel op. Je tenen blijven dus de hele tijd aan de vloer. Alleen de hielen. Op. Op. Nog twee. En één. Goed zo. Leg je billen neer. Breng je benen, je knieën naar je borst. En wiebel even heen en weer op je onderrug.
gaan we naar de tweede ronde van de hip bridge. Het zijn 3 rondes en ze worden steeds iets zwaarder. Oké, je voeten gaan weer plat aan de vloer. Schouders denken weer naar je staartje. Je voelt meteen aan dat je rug een beetje hol trekt zodra je je schouders omlaag duwt. Maar nu ga je dus weer vanaf je schaambordje helemaal tot aan je borstbeen je buikspieren optrekken. En dan voel je weer dat je bekken wat licht kantelt, waardoor je weer een neutrale rug hebt. Vingertoppen richting het plafond. Schouders laag, buik aan. Vanuit de hielen duw erop. Hou vast. En kom een klein stukje terug. Bijna tot de vloer, maar niet helemaal. Op. Knijp, knijp, knijp. Hou vast. En kom weer terug. Is je harnas nog strak? Op. Schouders laag, buikspieren aan. Benen aangespannen. En kom je weer terug. Bijna tot aan de vloer. Op. Hou vast. Blijf nu waar je bent. Met je hoge billen en horizontale heupen ga je nu je hele voet om en om van de vloer optillen. Dus span alles aan wat je moet aanspannen om niet te gaan wiegen. Op. En terug. En wissel. Kleine stukjes zijn voldoende. En op. En terug. En wissel. En terug. En wissel. En terug. Duw die billen hoog. Op. En terug. En wissel. En terug. En op. Wissel. Op. Op. En terug. Op. En terug. Op. En terug. Op. En terug. Nog 1 keer aan beide kanten. En terug. Laatste keer. Op. En terug, leg je billen weer neer. Breng je knieën weer naar je borst. Wiebel even heen en weer. Adem diep door naar je onderbuik. Blaas rustig uit. Ga altijd terug naar je buikademhaling. Wiebel even heen en weer. Gun jezelf heel eventjes rust. Voor de laatste ronde. Van de hip bridge. Voeten gaan weer aan de vloer. Zo dicht mogelijk bij je billen. Check even of je je hielen kan aanraken met je vingertoppen. Schouders denk je weer naar je staartbeen. Rits je buik erop van onder naar boven. Van je schaambod tot aan je borstbeen. Met een strakke koor. Vingertoppen naar het plafond. Duw je je billen weer omhoog. Hou je knieën recht vooruit. Laat ze niet naar buiten vallen. Knijp in je billen. Knijp in je benen. Knijp in je koor. Schouders laag. Buikspieren aan. Alles is actief. Alles staat aan. En kom terug. Bijna tot aan de vloer. Push. Knijp, knijp, knijp. Hou vast. Knieën blijven naar voren wijzen. Hou vast. Billen hoog. En kom je weer terug. Op. Knijp, 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 knijp. Hou vast. Kom je weer een stukje terug. Ga naar de laatste. Op. Knijp, knijp. En nu blijven we hier. We blijven hoog. Hou hem vast. Nu ga je 1 voor 1. Je benen strekken, maar je knieën blijven op dezelfde hoogte. Gaan we. 1 been. Billen blijven hoog. Heupen blijven horizontaal. Andere been. En weer terug. Op. En weer terug. Op. En weer terug. Ga door. Ik kom even kijken. Op. En weer terug. Op. En weer terug. Op. En weer terug. Netjes, op. En weer terug. Blijf wisselen. Op. En weer terug. Ziet er goed uit. Op. En weer terug. Op. En weer terug. Heel goed. Op. En weer terug. Op. En weer terug. Laatste keer. Op. En weer terug. Andere kant. Op. En weer terug. Goed zo. Leg je billen neer. Trek je knieën weer naar je borst. Wiebel even heen en weer. Doe eens wat je fijn vindt. Misschien is nu de happy baby pose ook fijn. Knieën wijd. Pak je voeten binnenlangs. De onderkant van je voeten. Pak je vast met je handen. Misschien kom je tot aan je enkels. Kijk eens waar je kan komen. En open die knieën wijd en wiebel even heen en weer. Dat is altijd fijn. En ik geef je tussen sommige oefeningen door, geef ik je een beetje pauze. Omdat ik wil dat je iedere oefening op het maximale van je kunnen gaat uitvoeren. Als je in je comfortzone blijft trainen, dan zul je behouden wat je hebt.
Als dat je doel is, moet je dat zeker blijven doen. Maar je gaat pas groeien, je gaat pas sterker worden, je gaat pas mobieler worden. Als je echt je grenzen gaat opzoeken en er tegenaan gaat schuren. We gaan er niet overheen knallen, maar we gaan ze wel opzoeken en we gaan wel iedere keer het gevoel hebben dat je bijna niet meer kan. En dat is voor iedereen verschillend, hè? Oké, kom liggen. Schouders denk je weer naar je staartbeen. Rit je buik op. Van je schaambordje helemaal weer tot aan je borstbeen. En breng je benen in een tafelpositie. Armen liggen in eerste instantie naast je op je matje met je handpalmen omlaag. En nu ga je eens kijken. Voel eens hoe je rug in de mat ligt. Je hebt nu een neutrale rug, want je schouders zijn omlaag geduwd. Je buikspieren heb je omhoog getrokken. Knieën en heupen, 90 graden. En die druk die je rug op de mat uitoefent, die ga je gelijk houden. Er gaat niks eraan veranderen, maar we gaan wel één voor één de benen strekken. Iets laten zakken en weer terugbrengen en wissel. Daar en terug. En je mag geen seconde gaan hol trekken in je rug. Hou je rug helemaal stil en neutraal aan de mat. Heel goed. Is het heel makkelijk? Strek je armen op. En door. En door. Blijf wisselen. Om en om. En door. En je wiegt ook niet mee met je gewicht. Je blijft helemaal stil op die mat liggen. Is het nog steeds heel makkelijk? Breng je vingertoppen naar het plafond. Iedere keer als je een been strekt, breng je arm naar achter. Zwembeweging terug naar de knieën. Lang. En weer terug. Lang. En weer terug. Is het nog steeds al makkelijk? Duw je knieën zo ver van je af. En hou ze daar. Wat meer spanning op je core. Kijk eens of je kracht hebt om dat te houden. Is dat niet zo, dan breng je ze wat dichterbij. Hè? Dan heb je eigenlijk iedere keer, na iedere strekking, heb je even pauze. En weer terug. Blijf werken. Lang. En weer terug. Hoe ver staan jouw knieën van je af? Achter. Lang. En weer terug. De optie, als je nog niet zo sterk bent, is gewoon je armen aan de vloer, hè? En je blijft om en om wisselen. Nog twee keer aan beide kanten. Nog één keer aan beide kanten. Strek. En weer terug. Laatste keer. Strek. En terug. Trek je knieën even naar je borst. Wiebel heen en weer. Zo, adem even diep in en uit. En je zult merken dat naarmate je harder gaat werken, je ademhaling weer steeds korter wordt. Kijk eens of je iedere keer weer terug kan ademen naar je buik. Oké, breng je benen weer in een tafelpositie. Gaan we dezelfde oefening doen, maar de double leg stretch. Beide benen tegelijk. Armen liggen in eerste instantie naast je op de vloer. 90 graden in je heupen, 90 graden in je knieën. Schouders laag, buikspieren aan, je harnas is helemaal strak. Strek, laat iets zakken. En kom weer terug. En nu is je cargo twee keer zo zwaar, dus je zult waarschijnlijk niet zo ver kunnen gaan als met een single leg stretch. En je handen liggen absoluut niet onder je billen, hè? Dat is smokkelen. Strek. En weer terug. Strek uit. En kom weer terug. Nog een paar keer. Strek. Hou je koorkracht. En weer terug. Strek. En weer terug. Laatste drie. Strek hem uit. En weer terug. Als je nog niet zo sterk bent, kan het best zijn dat jij tot hier komt en niet verder. Dat is ook prima. En weer terug. Laatste. Allerlaatste. Strek. En kom weer terug. Trek weer je knieën naar je borst. Die beleven heen en weer. Oké. Zo. We hebben best wel veel gevraagd van onze rug ook. Dus hier gaan we staan. Wip jezelf weer overeind. Kom dan staan. Aan de korte kant van je mat. En strek je benen. Zet je voeten precies onder je heupbordjes neer. Die zitten hier voor op je heupen. Die voel je hier zitten.
En dat betekent dat als ik ze precies onder mijn heupbordjes plaats, dat ik ongeveer een dikke vuist tussen mijn voeten op kan plaatsen. Niet meer. Je moet niet te wijd gaan staan. Je moet ook niet met je voeten tegen elkaar aan gaan staan. Kijk eens of je een klein beetje ruimte ertussen kan houden, waardoor je voeten precies onder je heupbordjes staan. Strek je benen zonder te overstrekken. Wat bedoel ik daarmee? Je spant je bovenbeenspieren aan en daarmee trek je eigenlijk je knieschijven een beetje omhoog. Dan heb je gestrekte benen, maar niet overstrekken. Schouders denk je weer naar je staartje. Je staat helemaal rechtop. Adem dan dieper naar je onderbuik. Blaas uit, rol werveltje voor werveltje, rol je af naar de vloer, ontspan je bovenlichaam, hou je benen gestrekt. Als het niet lukt om helemaal naar de vloer te komen met gestrekte benen, buig je ze licht, alleen als het nodig is, anders hou je ze hier gestrekt. Handen aan de vloer. Je ziet mijn rug, die is mooi recht. Ik ga niet meebollen, ik hou me recht. En dan loop ik met gestrekte benen naar voren. Mijn hielen blijven zo lang mogelijk aan de vloer. Ik heb een hoge hond, loop door naar een hoge plank. Schouders duwen ze omlaag, nee, staartje, rits je buik op, adem door. Adem door, hou je plank netjes. Niet gaan hangen in je rug, ook geen tentjes gaan bouwen. Maar een mooie, lange, rechte plank. En loop weer met gestrekte benen terug. Zodra je hier de vloer aanraakt, rol je jezelf weer op. En laat je schouders weer naar je staartje glijden. Ga nog een paar keer doen. Adem diep in naar je onderbuik. Blaas uit, rol af. Handen komen aan de vloer. Hopelijk met gestrekte benen. Als ook niet, dan buik je ze licht. En loop eens naar voren met gestrekte benen. Als je benen had moeten buigen, dan strek je ze zo snel mogelijk zodra het gaat. Van de hoge hond kom je in de hoge plank. Schouders naar je staartje, rits je buik op. Adem door. Hou je plank. Adem door. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Loop weer terug met gestrekte benen. Heel goed. En rol jezelf op zodra je hielen weer de vloer hebben geraakt. En glijden je schouders weer terug naar je staartbeen. Gaan we nog een paar keer. Blijf bij me. Adem diep in. Blaas uit. Rol af. Handen aan de vloer. En kijk eens of je intussen je handen al wat makkelijker aan de vloer krijgt. Loop naar voren. Benen zijn gestrekt. Hielen zo lang mogelijk aan de vloer. Op het laatste moment komen je hielen van de vloer af, kom je uit in je hoge plank. Adem door. Adem rustig door, hou je plank vast. Hij wordt steeds iets langer met iedere herhaling. Adem rustig door, je harnas is aan. 5, 4, 3, 2, 1. Loop weer terug met gestrekte benen. Hielen raken de vloer en je rolt jezelf weer rustig op en je schouders glijden weer af naar je staartbeen. Ga nog 2 keer, hou vol. Adem diep naar je onderbuik, blaas uit, rol af. Handen komen aan de vloer. Loop met gestrekte benen naar voren, hou je hielen tot het laatste moment aan de vloer. Kom uit in je hoge plank. Adem door. Schouders laag, buikspieren aan, hè? Core is sterk. Benen zijn gestrekt. Schouders staan onder spanning, je hele lichaam staat onder spanning. Adem door. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En loop weer terug. Met gestrekte benen. Gaan we naar de allerlaatste. Rol rustig op. Schouders glijden naar je staartje. En als we straks die laatste hebben gedaan, rollen we zo langzaam mogelijk op. Maar dat is voor straks. Adem nog 1 keer diep in naar je onderbuik. Blaas uit. Rol af. Hou je benen zo lang mogelijk gestrekt. Misschien wel de hele tijd. Handen komen aan de vloer. Met gestrekte benen loop je naar voren.
En de warmer je wordt, de beter je kan strekken. Kom je uit in je hoge plank. Adem door, je handen zijn onder je schouders. En je ademt rustig door, schouders omlaag duwen, buikspieren optrekken. Hou je plank. Zorg ervoor dat je niet gaat hangen in je rug. Dat je ook geen tentje gaat maken. Dat je mooi neutraal blijft. Nog een paar tellen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En loop weer met gestrekte benen. Loop weer terug. En nu ga je zo langzaam mogelijk oprollen en geef jezelf even die tijd. Gun jezelf die tijd. Rol rustig op. Begin het bij je onderrug. Je armen zijn ontspannen. 1 voor 1 leg je weer die ruggenwervels op elkaar. Hebben we tijdens de ademhalingsoefening helemaal in het begin ook gedaan, hè? Het opstapelen. Voel als je kan iedere individuele ruggenwervel. Dat het zich opstapelt. Hou je kin als je kan de hele tijd aan je borst. Terwijl je opkomt. Adem rustig door. Je gaat nu naar je bovenrug. Je schouders glijden vanzelf weer omlaag. Langs je rug. Naar je staartbeen. Je kin is nog altijd op je borst. En als je schouders zijn afgegleden richting je staartje. Ga je 1 voor 1 je nekwervels opstapelen. Neem je tijd. En sta je uiteindelijk weer helemaal rechtop. Met je schouders laag naar je staartje en je borst mooi open. Goed gedaan. En deze kan best wel heftig voelen. Maar deze is heel goed. Weer ruimte maken. Kracht leveren. Steeds blijven afwisselen. Goed bezig. Oké, kom weer zitten aan de mat. Breng als je wil. Je schouder nu naar de vloer. Kom weer liggen. Schouders denken weer naar je staartje. Rit je buik op. Van je schaambordje weer helemaal op naar je borstbeen. En breng je benen in de tafelpositie. 90 graden in je heupen, 90 graden in je knieën. Leg je armen wijd neer op schouderhoogte. Schouders laag, buikspieren aan. Nu gaan we de knieën naar links en naar rechts brengen, maar we gaan ze aan elkaar vastplakken. En als je dan nu naar de kant gaat en je denkt er niet goed bij na, dan zie je nu dat mijn knieën van elkaar zijn verschoven. En dat willen we dus gaan voorkomen. En dan ga ik je vertellen hoe we dat gaan doen. Schouders laag, buik aan. Til je linkerheup van de vloer met je koorkracht. Plak je knieën aan elkaar vast en breng je hele onderstel naar rechts. Neem die linkerheup goed mee, want anders gaan je benen weer van elkaar schuiven. En kom je terug naar het midden. Andere kant. Rechterheup gaat helemaal van de vloer. En dan pas ga je opzij. En hou je jezelf ook tegen. Schuine buikspieren. Rugspieren. En kom je weer terug. Adem in en uit. Duw je linkerheup helemaal van de vloer. Kom mee naar rechts. Zo ver als je kan. Knieën tegen elkaar aangeplakt. En kom je weer terug. Gaan we weer rechterheup helemaal van de vloer. Let's go. En knieën naar links. Zo ver als je kan. Met de knieën aan elkaar vastgeplakt. Ze mogen dus niet gaan schuiven. Die twist vindt plaats in je bovenlijf. Let's go. Linkerheup van de vloer naar rechts. Hou die knieën op elkaar. Keurig. Kom je weer terug. En als je heel stijf bent, dan kan je niet zo ver komen. Dat is helemaal niet erg. Want van hieruit ga je het gewoon lekker uitbouwen. Rechterheup helemaal van de vloer. En benen naar links. Laatste keer aan beide kanten. Linkerheup helemaal van de vloer. Knieën naar rechts. Adem rustig door. Vergeet niet te ademen, jongens. Kom je terug. Laatste keer, rechterheup helemaal van de vloer. En knieën gaan naar links. Oké,
Oké, kom terug naar het midden. En als je wil, mag je nu je knieën heel ontspannen naar rechts laten vallen. Nu hoef je nergens meer op te letten. Je knieën vallen naar rechts en kijk je met je hoofd naar links. Tegenovergestelde richting en ontspan adem. Adem door. Adem rustig door en voel die stretch in je rug. Is het voor jou niet genoeg stretch? Dan breng je je voet, je been over de andere been heen en laat je ze weer naar de kant vallen. Dat geeft iets meer stretch in de onderrug. Is het nog steeds niet genoeg stretch voor je? Dan strek je je onderste been en dan breng je je andere been gebogen opzij. En hoe hoger je knie, de meer stretch je pakt in je rug. Twist. Adem rustig door. Kies jouw optie. Oké, kom terug naar het midden. Ga naar de andere kant. Kies de optie die je wil. Misschien wil je benen kruisen. Misschien wil je onderbeen strekken. Of wie wil gewoon je knie op elkaar houden. Kies er een uit. Laat je benen naar één kant vallen. En kijk met je hoofd naar de andere kant. En adem door. Blijf even hier. Adem rustig door. Denk je nog aan die pijngrens? Op een schaal van 0 tot 10, maximaal een 3 of een 4. Dat mag best ongemakkelijk zijn, hè? Daar is waar we sterker worden, waar we mobieler worden. Waar we meer bewegingsvrijheid gaan krijgen. Je lichaam, die heeft het allemaal gekund en die is het een beetje vergeten. Die hoeft er alleen maar aan herinnerd te worden. Oké, kom je terug naar het midden. Kom als je wil op je knieën. Als je last hebt van je knieën, leg even een kussentje onder je knieën neer. Hè? Iets zachts. Je knieën zijn nu ook weer op heupbreedte. Voorste botjes. Lange rechte lijn naar de knieën toe. En ook nu kun je weer een dikke vuist tussen je knieën neerzetten. Dan weet je dat de afstand ongeveer goed is. Schouders denken naar je staartje, rins je buik op. Je voelt je bekken licht kantelen. Met een strakke plank breng je nu je gewicht naar achter. En je voelt aanspringen bij de aanhechtingspunt van je hamstrings met je knieën. En kom je weer terug. Adem in, hou vast, kom mee achterover. En kom hier weer terug. Doe voorzichtig als je last hebt van je knieën, kijk hoe het gaat. Desnoods ga je kleinere stukjes, hè. Maar als je verder kan, ga je verder. En kom hier terug. Nog een paar keer. Kom mee naar achter. En weer terug. Laatste twee keer. Kom mee naar achter. Hou vast. Hou je core goed vast. Dat je niet hoog gaat trekken. Hou die plank. En kom je terug. Ga naar de laatste. Achterover. Hou vast. En kom je weer terug. Goed gedaan. Netjes jongens. Nou, ik zie dat de tijd echt vliegt. Kom van hieruit. Naar een cat stretch. Gaan we even tussendoor weer even stretchen. Je handen plaats je onder je schouders. Je knieën precies onder je heupen, dat je mooie hoeken van 90 graden hebt. Adem dan uit en duw jezelf helemaal omhoog als een boze kan en zo ver als je kan. En ook hier ga je weer op zoek naar die pijngrens. Hoe ver kun je doorduwen? En adem in. Je kruint je staart. Je gaat richting het plafond. Je maakt een lichte holle rug. Afhankelijk van wat je bent gewend, mag je ook een wat holle rug maken. Maar neem jezelf in acht. Op, duw door. Duw helemaal op, zo ver als je kan. En adem weer in, maak weer een holle rug. Kruid je billen naar het plafond. Adem uit, maak weer een bolle rug. En kom terug naar een neutrale rug. Je handen zijn nog altijd onder je schouders, knieën, onder je heupen. Gaan we naar de balansoefening. Schouders laag, buikspieren aan, neutrale rug. Nu gaan we één voor één de handen opstrekken
En weer terugbrengen. En wissel. En de bedoeling is dat je schouders helemaal horizontaal blijven. Ik draai even een kwartslag, kan je het zien. Je schouders blijven helemaal horizontaal. Je gaat dus niet te hoog, want dan draai je open. Dat wil je niet. Als het goed gaat, laat je handen aan de vloer. Nu ga je één voor één je benen opstrekken. Op en terug. Wissel. Op en terug. Wissel. Op en terug. En wederom niet te hoog, want anders gebeurt er dit. Als ik te hoog ga, dan draait mijn heup open. En dat wil ik niet. Ik wil die horizontaal houden. En je voelt tegelijkertijd ook dat je gaat overhellen op je standbeen. Voel je dat? Je gewicht verplaatst zich helemaal naar links of naar rechts. De knie die aan de vloer is. En je lichaam wil gaan hangen aan die kant. Wat kun je allemaal aanspannen om je gewicht helemaal verticaal uitgelijnd te houden? Dus dat je niet heen en weer gaat liggen. En daarmee bedoel ik dit. Dus niet hier, zie je, dan ga ik hangen. En kom ik terug, maar hier, op. En weer terug. En wissel. Als je het gevoel hebt dat je dat onder controle hebt, dat je kan blijven wisselen zonder dat je heen en weer gaat wiegen. En zonder dat je heupen uit balans raken, dan mag je je tegenovergestelde arm meenemen. Dus linkerarm, rechterbeen. En weer terug. En wissel. Op. En weer terug. 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 Gaan we nu ietsjes uitbreiden. Maak je lang. Linkerarm, rechterbeen. Maak je helemaal klein. Breng je knieën en je kin helemaal naar elkaar toe. Maak je weer helemaal lang. En wissel. En al die tijd blijf je in het midden uitgeleid. Je gaat niet hangen, je gaat niet wiebelen. Wissel, andere kant. Linkerarm, rechterarm, linkerbeen. Lengte. Maak je helemaal klein. Kin en knie gaan naar elkaar toe. Bolle rug. Maak je wel een lang, neutrale rug. En wissel. Op. Klein. Lang. En terug. Wissel. Lang. Klein. Lang. En terug. Wissel. Lang. Klein. Lang. En terug. Wissel. Lang. Klein. Lang. En de laatste. Lang. Klein. Lang. En weer terug. Je mag je knieën even openmaken. En je billen naar je hielen blijven brengen. Adem diep naar je onderbuik. En blaas uit. En maak jezelf zo lang en zo laag mogelijk aan de vloer met je uitademing. Adem weer diep naar je onderbuik. En blaas uit. Met iedere uitademing zoek je lengte in je rug door je billen steeds dichter bij je hielen te brengen. En tegelijkertijd je vingers steeds verder weg te laten lopen. Adem weer dieper naar je onderbuik. En blaas weer uit. Kun je jezelf misschien nog langer maken. En lager aan de vloer. Zoek diepte, zoek lengte. Adem weer diep in. En blaas uit. Nog langer. Nog dieper. Kun je je borst misschien op je benen leggen. Misschien heb je je knieën zo wijd dat je borst wel de grond raakt. Nog twee keer adem diep in. En blaas uit. Zoek lengte, zoek ruimte, zoek diepte. Laatste keer. Adem diep in. Blaas uit. Zoek nog meer lengte. Billen dichter bij je hielen. Vingers ver van je af. Adem rustig door. En kom weer terug op je handen en je knieën. Kom je liggen op je buik. Spreid je armen wijd. Gaan we afsluiten met een mobiliteitsoefening. Je armen zijn wijd gespreid. Je kijkt naar je tablet of je laptop. En de kant
de voet waar je naar kijkt, aan de kant waar je naar kijkt, die breng je richting het plafond. Dus als je nu naar rechts kijkt, dan gaat je rechtervoet richting het plafond. Je buik dus je knie. En van hieruit ga je dat been optillen en dan ga je je linkerhand mee proberen aan te tikken. Dus op en over. Draai helemaal over. En kom terug. Blijf aan dezelfde kant. Dus je kijkt naar rechts, je rechterbeen gaat naar het plafond. Als je naar links kijkt, dan gaat je linkerbeen natuurlijk naar het plafond. Linkervoet omhoog. Op en over. Zo ver als je kan. En kom je weer terug. Blijf ademen. Linkervoet op. Op en over. Je blijft in beweging. En kom je weer terug. Gaan we weer. Op en over. En weer terug. Nog een paar keer. Op en over. En weer terug. En het doel is uiteindelijk om je linkerhand aan te tikken. En wees maar niet bang. Het is niet de bedoeling dat het dan meteen lukt. En als het je wel lukt, prima. Dan ben je heel mobiel. En als het niet lukt, geen probleem. Want dit is iets wat je uit kan bouwen, waar je mee kan oefenen. Op en over. En kom weer terug. Heel goed. Kijk nu de andere kant op. Ik draai me even om, dat ik naar jullie kan blijven kijken. Kom je weer met je armen gespreid liggen. Je kijkt nu naar de andere kant. En dan gaat die voet weer richting het plafond. De voet aan de kant waar je naar kijkt. Hè? Je been gaat altijd in de tegenovergestelde richting als je blik. Dus als je naar links kijkt, dan gaat je linkerbeen op en over naar je rechterhand. En weer terug. Op en over. En weer terug. Adem door. Op en over. En weer terug. Op en over. En weer terug. En als je het voor elkaar krijgt om je vingers aan te tikken, dan ga je hem verdiepen. Dan ga je proberen om je schouder zoveel mogelijk aan de vloer te houden. En weer terug. Op. En over. En terug. Laatste twee. Op. En over. En weer terug. Gaan we naar de laatste. Op. En over. En kom je weer terug. Heel goed gedaan. Oké. Kom als je wil. Weer terug in je beide child pose. Yoga mudra. Knieën wijd. Billen naar de hielen. Adem diep in je onderbuik. En blaas uit. Maak jezelf weer lang en laag aan de vloer. Adem door. Het zijn de laatste 3 minuten van de les. De laatste les voor de kerst. En ik zou het heel fijn vinden als je jezelf nu even de tijd gunt. Om te verstillen weer. Om af te schakelen. En om je dag af te sluiten. Adem diep naar je onderbuik. En blaas rustig uit. Zoek maar weer meer lengte. Billen. Meer naar de hielen. Vingers ver van je af. Adem weer dieper naar je onderbuik. Blaas uit. 4 tellen in. En nu blaas je 6 tellen uit. Adem door. Heb je last van je schouders? Leg je armen gewoon zo achter je neer. En ga je... Kijk of je helemaal kan komen te liggen op je schouders. Adem weer diep in. Blaas uit. Maak weer lengte. Billen dichter bij je hielen. Ruggengraat steeds langer. Borst steeds lager. Adem weer diep in. En blaas uit. Ontspan. Laat los. Kijk eens of je ogen ook kan sluiten. Adem door. Adem 4 tellen in en adem 6 tellen uit. Je neemt nu wat meer tijd om uit te ademen en om los te laten. En met iedere uitademing laten we weer wat meer spanning los in dat lichaam.
Check je voeten eens, zijn ze zacht? Zijn je billen zacht? Is je rug zacht? Zijn je schouders zacht, je armen? Waar voel je het knellen? Adem daar rustig naartoe. Blijf rustig waar je bent en adem door. 4 tellen in. 6 rustige tellen uit. Adem door. Nog 3 keer diep in en uit. Nog 2 keer diep in en uit. 4 tellen in. 6 langzame tellen uit. Laatste keer. Adem 4 tellen diep in. En blaas 6 tellen rustig uit. Laat jezelf helemaal leeglopen. Adem uit en loop leeg. Adem rustig door. En hoor de stilte in jezelf. De rust. De overgave aan de zwaartekracht. Oké, als je zover bent, wiebel even met je vingers en je tenen. Open je ogen als je ze had gesloten. En kom je weer rustig overeind. Zo. Jongens, dankjewel voor het meedoen weer. Fijn dat jullie er elke week weer zijn. En ik zie jullie heel graag na de kerst weer. Ik wens je echt super fijne feestdagen. Het is allemaal een beetje raar natuurlijk. Het is al sinds maart, is het raar. Maar nu, aan het einde van het jaar in december, voelt het denk ik wel extra raar aan. Ik hoop dat je nog steeds in goede gezondheid bent. En dat ik je, ja, als zodra het weer mag in januari, weer gewoon lekker op de mat zie hier. Bij Motion 3. Je weet dat je welkom bent. En zodra we weer kunnen, gaan we weer live met elkaar trainen. Maar tot dan. Blijf elkaar hier treffen. Ik ben blij dat jullie er weer bij zijn. En ik zie jullie na de kerst weer. Dus geniet ervan. Veel plezier met je geliefden, voor zover dat mag. En we zien elkaar volgende week weer. Fijne avond, tot volgende week. Doei doei. Zorg goed voor jezelf. Doei doeg.